normatieve reacties bestaan. En ik vind juist die normatieve reactie geeft je de gelegenheid om met hen in gesprek te gaan waar dat vandaan komt. Dus een normatieve reactie is niet eng. Alleen je moet als docent ontzettend goed zelf opletten dat je dus zelf niet normatief op zo'n normatieve reactie gaat reageren. Stel je even voor, je hebt als uitstroomrichting voor deze opleiding de kraamzorg. En je komt in een gezin, een Marokkaanse vrouw, die is net bevallen, stuitbevalling, grote epi. Knip. Je komt daar op de 8e dag binnen en je controleert nog even de hechtingen en je ziet dat die vrouw volledig is uitgescheurd. Als je vraagt wat is er gebeurd, dan zegt zij dat haar man geslachtsgemeenschap met haar heeft willen hebben de avond ervoor. En ze vertelt het je huilend. Wat gaat er dan door je heen? Nou, het hoofddoel van deze les is eigenlijk met hen kijken naar normen, waarden en oordelen. Ik gebruik casussen waarbij ik eigenlijk zeker weet dat ze normatief gaan reageren, om de discussie natuurlijk aan te wakkeren. Wat vind je van deze situatie? Wat vind je van die man? Wat vind je van die vrouw? Schrikkelijk. Kobi, jij lacht. Kom maar. Egoïstisch. Egoïstisch. Hij is niet goed bij zijn hoofd. Nee, dat is niet oké. Okay. Het is een beest. Het is een beest. Die vrouw is al kwetsbaar omdat ze bevallen is, ingescheurd. En dan wordt er nog eens eventjes flink overheen gewalst. Nou, er zijn mensen die zeggen, nou, ik vind het gewoon crimineel. Ja, ja dat. Ja, maar ja, vind je het crimineel, Marva? Ja, zeker. Ik probeer die leerlingen te leren dat ze vrij mogen oordelen. Dat dat bestaat en dat het totaal niet vreemd is dat je oordeelt. Maar dat je vanuit dat oordeel nooit een gesprek moet aangaan. Omdat als je dat meeneemt in je gesprek, er nooit een open nieuwsgierigheid kan ontstaan naar wie die ander eigenlijk echt is. Het belangrijke is dat we iets vinden van die man. En niemand zal zeggen tegen, nu bij zichzelf voelen, van nou, dat is ook liefdevol, toch? Nee, dus we oordelen allemaal toch? We oordelen dat het niet oké is wat er gebeurt. En we hebben die man in feite eigenlijk veroordeeld. Ja? Dus op het moment dat je dan in een gesprek stapt met die man, met dat in je onderbuik, wat gebeurt er dan in zo'n gesprek? Gaat het al scheef? Dat werkt niet, hè? Als jij die casus hoorde, hè? Wat voelde jij bij dat verhaal van die vrouw? En je ziet haar huilend. Wat gebeurde er dan in jou? Heel misselijk. En vooral toen Ruby ging praten, ik voel helemaal kippenvel. Denk van ja, gewoon heel sneu, zielig. Gewoon, ja, dus meelijden. Dat oordeel zit zelfs in jouw lijf. Ja. Ja. Vanuit dat, hè, dat moet je dus nu proberen een beetje te parkeren. En open en eerlijk gaan kijken. Wat gebeurt er nou? Hè? Hoe kan je nou met die vrouw iets gaan bespreken? Ja, als zij aangeeft dat zij het verschrikkelijk vond en pijn en verdriet en zo, dan heb je al een ander oordeel als je met de man gaat praten. Ja, maar kan je dan is het moeilijk te parkeren als je met hem gaat praten. Ja, precies. Maar zou het je lukken? Ja, dat moet. Zou je dat kunnen? Het moet. Dat moet. Ja, ik vind het ontzettend goed opgemerkt. Je moet het parkeren. Ja. Want als je het niet parkeert, wat gebeurt er dan in het gesprek met die man? Ja, dan krijg je meer ruzie. Ja. Dan zou je weg moeten en dan heb je er nog eigenlijk niks aan kunnen dan doen. Dan heb je er niks aan kunnen doen. Nee. Dus het interessante is, je moet het parkeren. Ja, je moet. Professioneel moet je het parkeren. Dus je kan binnen je vak, kan je als mens van alles vinden. Als professional ook van alles vinden. Maar soms moet je dat, ik vind, parkeren om de opening te maken naar iemand om te vragen wat is hier nou aan de hand. Ik kom echt af en toe tegen dat ik zelf ook schrik van een reactie van een student. En dat ik echt ook denk, oh, dat je zo kan denken. Dat is, want tuurlijk oordeel ik ook. En, want dat voorkom je niet. Maar voor mij is het dus doodnormaal om dan ook aan te geven aan die student dat ik schrik van een reactie die zij geven. En eigenlijk pas ik dan toe wat ik ze wil leren. Namelijk dat je mag er ook van schrikken. En je mag dat ook aangeven. Want ik schrik gewoon van deze reactie. En dan ga ik een gesprek aan. Somalisch gezin. 3 maanden in Nederland. Vrouw heeft diabetes. Wordt door jou insuline gespoten. Elke keer als jij komt om die insuline te spuiten, slaat die man zijn kinderen. Oordeel. Laten we eerst maar eens lekker oordelen. Ik ben opgevoed en ik ben nooit geslagen. Het werd altijd gepraat. Maar in dat soort culturen komt het best wel voor dat geslagen wordt op een manier van praten. Is dat misschien voor hun?
Ja, en bij ons komt het ook voor. Als kind vroeger kreeg je ook een klap. Je werd ook gewoon geslagen. Als je nu ziet dat kinderen geslagen worden, wat is jouw oordeel dan? Nou, ik zou niet zo gauw oordelen, want wij werden ook vroeger geslagen. Je kreeg wel een klap. Ja, slaan en slagen, vanaf hoe het geslagen wordt. Want een klap geven en echt kinderen slaan. Ja, mishandelen. Ja, mishandelen is wat anders. Maar echt een flinke tik. Ja. Ja. Hoe is dat voor jullie dan? Ik ben dus niet voor slaan, hoor. Dat vooropgesteld. Maar ik denk wel dat... Ja, soms is het misschien wel eens nodig om de kinderen eens even tot orde te roepen. Ik heb in Spanje op school gezeten, krijg je ook met een liniaal op je handen als je geen respect toonde. Maar dat was hier vroeger ook. Maar daar is het nog steeds. Gewoon het respect, dat dwingen ze gewoon af. Ja. Maar wat vinden jullie daar dan van? Ja, ik heb zoiets van als je zo respect af moet dwingen, dan gaat het niet goed, denk ik. Maar ja, daar hebben ze wel respect. Als je hier kijkt op straat, hebben ze totaal geen respect. De kinderen die nu op straat lopen, die verdienen gewoon een goede tik. Het is gewoon zo. Daar hebben ze echt nog respect. Hier niet. Maar is het respect vanuit echt respect of is het respect vanuit angst? Om een klap te krijgen. Dus dat vind ik wel ook wel weer een interessante vraag. Ja, wat ik grappig vond aan dat slaan van dat kind, was dat er een aantal mensen zelf hebben ervaren geslagen te worden. En daar dus ook niet mee zitten, blijkbaar. En een corrigerende tik werd hier ook gewoon geaccepteerd. Daar kan ik natuurlijk als docent iets van vinden, daar vind ik ook wat van. Maar daar ga ik dus nu zelf niet, mijn oordeel daarover, over die reactie, parkeer ik. Wat grappig was, dat het uiteindelijk wel ging naar van ja, maar kindermishandeling kan natuurlijk gewoon niet. Die discussie moet je durven laten gaan zonder hem af te kappen van ja, jongens, kom, dat kan niet. Slaan doen we hier niet. Dat had ik kunnen zeggen, maar dat is dus niet wat je moet doen. Want als je als docent dus niet ook je goed beseft dat het er mag zijn zoals het er is, en je gaat eigenlijk een reactie van een student afkeuren, dan kan deze les niet. Dan lukt het je niet om een open sfeer te creëren, om een veilige stemming te creëren, dat alle normen en waarden er mogen zijn.